In het klokgebouw op Strijp S in Eindhoven heeft donderdagmiddag brand gewoed. Het voormalige Philipspand werd erom kort voor 1 uur ontruimd. De brand ontstond in een bedrijfsruimte op de 6e verdieping nadat in een hennepkwekerij kortsluiting was ontstaan. De 67-jarige Eindhovenaar die de ruimte huurde is door de politie aangehouden. Nadat de brandweer de brand had geblust, konden de medewerkers van de diverse bedrijven het klokgebouw weer in om hun werkzaamheden te hervatten.